Leuk dat jullie zijn bij een nieuwe video. We gaan vandaag de EK voorspellen. EK is volgende week. Dit is opgenomen, even kijken, op 5 juni 2021. En het begint volgende week vrijdag. EK, ik heb er zin in. Ik heb ook een EK shirt gekocht. Dus dat is ideaal. Zoals ik zei in de vorige video, we gaan proberen nu wat meer video's te doen op mijn kanaal. In de zomer... Niet FIFA gerelateerd meestal, maar misschien andere reacties video of een dit soort video. Ik ga wel proberen, als het kan, als het mogelijk is, als er geen claim wordt ingediend bij YouTube, elke dag een reactie te geven aan de wedstrijd die gespeeld is op die dag. En ga ik een beetje wat ik van vind, was het terecht, die winst van Denemarken, weet ik veel, wie dan ook in zit. Maar goed, dat is het ding. Elke dag proberen een video te maken van de EK. De wedstrijden. Dan ga ik weer samenvatting kijken. Want ik kan elke wedstrijd kijken, want ik zit ook werk, fulltime werk. Ik werk volgende week 2 tot 10. Dus ja, ik kan niet alle wedstrijden zien. Maar ik ga er wel samenvatting naar kijken. En dan ga ik daarover oordelen. Wat misschien sterker is, ja of nee. Maar goed, dit is de voorspelling van de EK 2021. Of je ziet dat... Euro 2020, maar ja, ze hebben het logo niet aangepast. Maar goed, we gaan naar de... Dit is elke groep. En dan heb je de beste 4. Die gaat ook door. Dus we gaan elke groep kijken wat we kunnen doen. Wie er als eerste is. Groep A. Het meest logisch is dat Italië eerst gaat. Kan ik het ook zo zien? Nee. Als eerst doorgaat... En dan wordt het, ik denk Wils als laatste. Wils als laatste, want dat is de zwakste. Alleen de vraag is, Zwitserland of Turkije? Ik denk Turkije 2 en Zwitserland 3. Want credits, wat ik credits doe is, Burak Yilmaz is echt in zijn top van zijn kunnen. In de zin van, hij is in zo'n grote vorm. Hij heeft Lille niet eigenhandig kampioen gemaakt, maar hij heeft wel een groot aandeel ingedaan bij de Lille kampioen zijnde. Dus ja, en ten Nederland scoorde hij ook 2 keer. Dus ja, ik denk dat Turkije net daardoor het beste is. Dus dan gaan Italië en Turkije door en Zwitserland, dat kan misschien nog leuk vinden. Oké, dan gaan we naar groep B. Rusland, België, Denemarken, Finland. Nou, België nummer 1, want ja, alhoewel vaak moeilijk tegen Rusland. Maar ik denk dat ze daar nip van winnen. Rusland nummer 2, Denemarken nummer 3 en Finland is de zwakste schakel hier. Finland, ja, wie Pukki speelt daar als spits volgens mij. Maar je hebt niet erg waar je denkt, oeh, dat is echt een toppers in de maat team. Zoals je bij Zwitserland wel zo hebt, zoals Xhaka of... Die Sefcovic of zo dergelijkse. Je hebt een Ankanji. Je hebt Mbabu. Daar heb je wat toppers tussen zitten. Met wat mindere matige spelers. Met Finland heb je dat niet. Denemarken met Eriksen. Maar ik denk dat alleen Eriksen niet echt redt met Denemarken. Ik bedoel, Poulsen heb je ook nog. De spits. Maar ik denk Rusland wat iets ervaren is. Iets meer geslepen is dan Denemarken. Dus dan denk ik dat dit het geval is in groep B. Groep C laat ik hem open. Voor later was Nederland in. Die waren voor laatst. Dan gaan we naar Schotland, Engeland, Kroatië, Tsjechië. Mijn gevoel zegt... Auto shutdown initiated. Kroatië als eerste. Want iedereen zegt Engeland dat het topland is. Het is al jaren, een tiental jaren zo. Dat Engeland, oh, Engeland gaat heel ver komen. Nou... Schaak ze in de tweede ronde uit, nou, et cetera, et cetera. Behalve vorige WK is het halve finale. Maar haast ze eerlijk, maar eerlijk zijn, heel makkelijke pool. Hele makkelijke route naar de halve finale. Dus daar op zich hebben ze wel een beetje massa mee. Tsjechië. En dan Schotland. Alhoewel Schotland tegen Nederland was aardig goed voor hem. Volledig puur. Daar red je niet mee op EK. Niet over 3 wedstrijden.
En dan gaan we naar de groep E. Polen, Spanje, Zweden, Slowakije. Spanje als eerste. Ik denk Polen als tweede, Zweden als derde en Slowakije als laatste. Polen met natuurlijk Zielinski, Lewandowski, Szczęsny. Tegenover. Ik weet niet of Ibra meedoet, er zit nog een staartje aan. Maar ik denk dat Polen wel nummer 2 wordt. En dan de groep des doods. Portugal, Frankrijk, Duitsland en Hongarije. Hongarije is laatste. Frankrijk als eerste. Het probleem is, de beste 4 met de meeste punten gaan door. Het probleem is met dit team, met dit groep, de doos is, dat het nummer 3 niet eens doorgaat. Want ze zijn aardig gelijkwaardig. Waar je misschien Polen of Zweden wint van Slowakije, heb je al 3 punten. Maar wat als je Duitsland 2 keer verliest tegen Frankrijk en Portugal? Ik denk Duitsland, puur ervaring, dat het dan wel tweede wordt. Frankrijk, ik denk dat een topteam is die het favoriet is van de EK. Betekent wel, ik zag op de, als Nederland eerste wordt, krijgt ze nummertje 3 van groep D of E of F. Ligt eraan net wie tegen wie moeten. Ik denk Nederland, ze zijn in stand verplicht om door te gaan. Ik denk dat Oostenrijk tweede wordt. Met Sabitzer, Alaba. Mis ik nog een paar? Waarschijnlijk wel. Ik denk niet dat tweede wordt. Oekraïne als derde. En Noord-Macedonië. Dus Macedonië wordt vierde. Ik denk dit de stand is. Italië, Turkije, Rusland, België, Nederland, Oostenrijk. Kroatië, Engeland, Spanje, Polen. Frankrijk en Duitsland gaat direct door. Alleen de vraag is, wie of wie gaat het door van deze? Ik heb het gevoel dat Portugal uitgezakt wordt. Dus die valt af van mij. Ik denk Tsjechië het doorgaat. Zwitserland, oké, wie in Zwitserland is, ja. Die kan door, Denemarken. Oekraïne en misschien Zweden. Dit is denk ik de beste. En dan gaan we nu naar de knock-out fase. Tegen België tegen Zweden, Italië tegen Oostenrijk, Frankrijk tegen Zwitserland, Engeland tegen Polen, Spanje tegen Oekraïne, Kroatië tegen Duitsland, Nederland tegen Tsjechië en Turkije tegen Rusland. Nou, België tegen Zweden, België wint. Italië wint tegen Oostenrijk. Ja, Frankrijk, dat is toch geen no-brainer. Oeh, dit wordt een spannende. Ik denk dat dit een verlengde wordt. En dat Engeland toch nog doorgaat. Spanje. Nederland en dan daarna moesten we waarschijnlijk of Turk, ik denk Rusland. België, Italië, dat is heel lastig. Wie heb je, Donnarumma heb je daar. Je hebt daar ja, Insigne. Maar ik denk dat België doorgaat. Frankrijk gaat hier door. Engeland is mijn pad klaar. Spanje, Duitsland, dat is wel heel lastig. Spanje. Ik denk eerlijk gezegd Duitsland. En dan Nederland, Rusland. Rusland. Niet. Nederland, sorry. En dan België, Frankrijk. Ja, ik denk dat en Duitsland, Nederland, ik denk Duitsland. Want ik denk dat daar het strand, als we een beetje geluk hebben. Want ik vind Nederland op dit moment nog niet heel goed. Helemaal niet met de 5-3-2 die ze gaan spelen. Dat is een beetje jammer. Maar goed, dat is niet anders. We hebben dan aardig wat door. En dan tegen Frankrijk het wint of Duitsland. Een van de twee. Ik denk Frankrijk. Nou, die heeft het beste team. Als ze echt. Ze hebben wel goede spelers dus die echt in vorm zijn. Zoals Mbappé. Pogba niet. Pogba is niet in vorm. Kante is in de grootste doen.
En ja, dat is echt cruciaal voor hun. Ze hebben echt heel veel spelers die echt niveau hebben. Hoedat? Nee, op elkaar kan niet meer. LH, dus, nou ook niet. Die is ook al onder 21. Wie heb je dan meer? Ik weet zich niet uit mijn hoofd. Ja, Griezmann. Benzema eigenlijk weer. Trouwens, dat is wel echt een opvallend ding. Benzema is weer terug in de Franse selectie. En dat is echt verbazingwekkend. Was dat echt een... Deschamps had Benzema verbannen vanwege juist die vermeende... Ik ga er niet heel veel op in, want ik weet niet echt exact de details over. Over dit vermeende sekstape die hij mee te maken had. En daar had hij ze uit selectie gestuurd voor 6 jaar lang of zo. Ja, voor maar 6 jaar lang. En dan nu krijg ik het terug. Ik denk daardoor best wel ook hard invormd. Dus ja, ik denk dat Frankrijk doorgaat. Wat vind je van deze selectie? Van deze voorspelling van mijn EK? Zet me in de comments neer. Vergeet niet te abonneren. Dan zeg ik altijd blijven lachen. Ciao, ciao. Fijne avond. Later.